Goedemorgen iedereen, mijn naam is Tanja, ik ben 53 jaar en sinds een paar jaar heb ik een gastric bypass. Alles verloopt goed met de nodige kwaaltjes die de mensen met een bypass wel kennen. Het niet kunnen verteren van platte water of andere dranken die geen bruis bevatten. Ook het zoete of de romerige gerechten die de problemen met zich meebrengen van hypo's en dergelijke. Ik ben sinds een paar maanden beginnen skinny love drinken en ik verdraag dat heel goed. Ik kan ook gerust 2 liter water, skinny love drinken per dag, wat een succes is. Ook de drang naar zoet en het vettig eten geeft een heel ander effect nu, omdat ja, drang naar zoet gaat zo goed als weg. En het vettig eten, doordat je smaakpalet wel verandert, vind ik dat ook niet meer lekker. De kilootjes die er nog af wilden, die gaan er ook af. Weliswaar niet zo vlot als bij de andere mensen, maar ik ben dan ook al een 20, 25 kilo af met de bypass, dus dat is volgens mij wel normaal. Verder ben ik heel blij dat ik dat leren kennen heb en doe ik zeker verder. Top team achter Alain en dank u wel voor Skinny Love mij te leren kennen.